De auto waat al van drachten naar achtervolgen en is uiteindelijk maar hegesnel hier tussen Wemwijk en Akremie vloeien. Henk Bergsma wie in de tunnel ontwerkt en zeer het gebeuren. En dan vlaag je een auto maar een noordgang langs. Dan zou ik in de buurman maar erom denken en dan gooi ik die container op die. En dan stop je ze wel, want dan vlaaien ze daarheen, hier in de hoeken. Want dan ben ik erheen gedraafd door de kapper van de auto en dat hier in je te pakken. Hij zo eruit en toen vlaag ik op een motorkap dat hier een beet. En dan hoorde die nooit uit. En die had ze eigenlijk denk ik nog net. Dus ja, staat het gewoon. Heb je een idee waarom ze achter die man nog zitten? Nee, geen idee. Ik weet niet wat ze uitspoot. Als ze die net in pas zegels vallen mij. De politie had de achtervolging inzet om de man asociaal riert op de A-zone bij Drachten. Hij heeft op de vluchtstrook een politieauto ingehaald, ook nog een andere auto ingehaald. En dat heeft hij met hoge snelheid gedaan. En dat asociale rijgedrag, dat verdiende een controle. Nou, uiteindelijk heeft hij de stoptekens genegeerd van de politie. En uiteindelijk wist hij hem dus pas bij Akrum eigenlijk te achterhalen. En dankzij die getuigen hebben we een van die twee mannen kunnen aanhouden. En de tweede is nog spoorloos. Maar meer dan 10 politieauto's en een tal motoren binnen de politie op zoek hier naar de bestuurder van de auto. Maar ze hadden hem nog net voor. Zo hoop je de man op te sporen met help van het kenteken en het adres dat ze hadden.